Toen ik hier nog burgemeester was, heb ik een poging gedaan, gelukkig met succes, om de verbindende schakel van dit fietspad te realiseren. Het was eigenlijk zo dat de boel aardig was vastgelopen. Ambtenaren hadden wel gecommuniceerd natuurlijk met de aanwonenden hier. Maar denk ik toch op een wat te formele, ambtelijke manier, veel met brieven en dergelijke. En we kwamen er eigenlijk niet uit. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, nou, ik wil er best naartoe gaan en kijken of ik daar beweging kan krijgen. En daar gewoon eens naartoe gefietst en een praatje gemaakt met de mensen. Ik gaf ze ook aan wat voor hun belangrijke dingen zijn. Onder andere het opknappen van deze weg. We zaten vol met gaten en kuilen. En een andere voorwaarde is dat de buren aan de andere kant ook meewerken. Toen ben ik daar naartoe geweest en met de mensen daar gesproken. En die hadden ook een aantal wensen. Het zijn kleine dingen die essentieel zijn om op een gegeven moment de medewerking van mensen te krijgen. Want ze snapten ook best het hoger liggende maatschappelijke doel, namelijk recreatie en toerisme bevorderen in dit gebied. En tegelijkertijd hun eigen belang. Nou ja, ik ben in ieder geval hartstikke blij dat u wilde meenemen toe. Ja, zeker. En dat het toen gelukt is. Ik zal zeggen, fiets nog met plezier erover. Ja. Mijn naam is Hans Albersen. Ik heb ongeveer 25 jaar gewerkt als raadslid, als wethouder en als burgemeester. Onder andere hier in de gemeente Oude IJsselstreek. Ik werk nu als trainer voor ambtenaren, raadsleden en burgemeesters en wethouders. In dit inzicht geef ik concrete handvaten op welke wijze jij als ambtenaar of bestuurder inhoud kunt geven aan de relatie met die inwoners. Om uiteindelijk tot een betere en meer gedragen besluitvorming te komen waar mensen zich in herkennen. Nou, Hans zei het al in zijn verhaal dat een hele open nieuwsgierige houding heel goed werkt. En buiten dat zijn er nog veel andere technieken die je kunt helpen om de omgevingswet tot een succes te maken. En dat gesprek voeren, daar gaan we het over hebben. Mijn naam is Tika Peeman en ik ben trainer. En wij begeleiden organisaties die richting nieuwe vormen van organiseren willen. En we faciliteren daarbij heel vaak hoe je het goede gesprek met elkaar kunt voeren. De omgevingswet is bedoeld om inwoners meer invloed te geven op hun eigen leefomgeving en op hun eigen wereld. En wat mij fascineert is er een enorme kloof tussen de systeemwereld in het gemeentehuis en de leefwereld van gewone mensen. En ik denk dat het een enorme kunst gaat worden en al is om die verbinding opnieuw te zoeken. De omgevingswet gaat het er ook over dat je taalgebruik gaat hanteren wat mensen begrijpen. De systeemwereld heeft zo zijn eigen regels en procedures en taalgebruik waar gewone mensen eigenlijk soms heel weinig van begrijpen. Veel minder als dat we in het gemeentehuis vaak denken. Ik heb hier nog een voorbeeld van een brief die ik overigens zelf had ondertekend. Maar waarvan ik later dacht, als ik deze op de mat had gevonden, had ik me echt met mijn handen in de haren gezeten van wat staat hier nu eigenlijk? Als we echt het contact willen leggen tussen de overheid, de gemeente en de inwoners, dan moet dat echt anders. Ja, om dat verschil te kunnen maken en die verbinding te leggen tussen de leefwereld van mensen en de systeemwereld van in het gemeentehuis, zou het heel makkelijk zijn eigenlijk als je minder gaat schrijven en meer gaat praten. En als je dan in die leefwereld komt van andere mensen, je treedt daar binnen, wees dan bescheiden in je opstelling. Zoek het contact, maak de verbinding en kom niet gelijk met je eigen verhaal, hoe jij denkt dat het moet volgens jouw regels en procedures zoals je die op het gemeentehuis hebt geleerd. Dan ga je nou eens oprecht en intrinsiek goed verdiepen in wat de andere drijft. Wat mij ontzettend opvalt is dat ik veel mensen heb leren kennen, raadsleden, wethouders, ambtenaren, die ik in het normale menselijke contact heel prettig vond. Maar op het moment dat ze in hun rol kruipen als ambtenaar of als raadslid, dat ze dan vaak hele rare taal gaan gebruiken die ik zelf soms ook niet meer begrijp. Laat staan dat mensen buiten het gemeentehuis dat begrijpen. Dus probeer je nou eens op te stellen op een manier zoals je thuis eigenlijk bent en zoals je communiceert met je familie en je buren. Het is ook wel logisch hè, dat mensen de taal gebruiken van de systeemwereld, want dat is hartstikke veilig, daar kan je achter verschuilen. En wat er nu met de omgevingswet gebeurt is dat je achter je rol vandaan moet komen. En je kunt je niet meer verschuilen achter een functie of een rol. Dus de reflex om meteen te gaan mailen of een brief te schrijven, daar moeten we eigenlijk vandaan. En een van de eerste dingen die dan belangrijk zijn is dat je, wij noemen dat, dat je je gaat opstellen als een OEN. En dat staat voor open, eerlijk en nieuwsgierig, dus dat is positief bedoeld. En dat klinkt heel makkelijk, maar dat is lastig. En het instrument daarvoor, die kennen we wel, zijn open vragen. En met open vragen, ik noem het ook wel de nieuwsgierige vragen, geef je echt ruimte aan de ander. Terwijl met gesloten vragen check je eigenlijk je eigen conclusies en je eigen meningen. En een tweede aspect wat ik altijd interessant vind, is dat we in de interactie, dus hoe we met elkaar omgaan, doen we eigenlijk twee dingen de hele dag door. We zijn of aan het vergelijken of we zijn aan het verbinden. En we kunnen het niet tegelijkertijd.
En als we aan het vergelijken zijn, dan zijn we aan het kijken van joh, wie is er beter of slechter. Om een goed gesprek te voeren moet je veel meer naar verbinden gaan. Dus veel meer kijken wat is er allemaal en kunnen we daar iets moois van bouwen met elkaar. En dat vraagt de wet heel erg. En het is heel goed om je bewust te zijn van die reflex, want je hebt hem. Hè? Dus hij gebeurt, zeker als je onzeker bent of dat je, als je het spannend vindt. Maar het gaat erom dat je bewust bent en dat je ook bij kunt sturen. Om de omgevingswet goed uit te voeren, is het echt superbelangrijk dat je voordat je aan iets begint, je heel goed realiseert wie zijn daar allemaal betrokkenen? Wie hebben daar allemaal een belang bij dit vraagstuk of bij deze plek? Hoe mooi is het niet als je kunt beginnen door echt alle belanghebbenden in het begin te betrekken? Dan heeft ook iedereen het gevoel dat hij erbij betrokken is. En toen we dit innovatiecentrum wilden starten, hebben we dat ook eens anders aangepakt. We zijn met een hele groep mensen, ook inclusief raadsleden, zijn we naar Engeland gevlogen, naar Birmingham. En daar hebben we oude fabrieken bekeken om te kijken wat kun je daarmee? Hoe kun je daar inhoud aan geven? Daarna hebben we ook een keer een groepsfoto gemaakt hier op het terrein, waarin alle betrokkenen op diezelfde foto staan. Het was een symbolische foto, want iedereen voelde zich vanaf dat moment onderdeel van het proces. En dat organiseren is eigenlijk veel belangrijker dan het formuleren van het einddoel. Want dat einddoel vind je vaak al werkende weg. Wat ook heel mooi is dadelijk in de omgevingswet, is om andere methodes te gaan zoeken en te onderzoeken hoe je in contact kunt komen met mensen en samen goede resultaten kunt boeken. Dus weg uit het gemeentehuis, ga naar de locatie waar het plaatsvindt, zoek daar de mensen op, maak daar de afspraken en gebruik dus ook eens een andere methode. Ga filmpjes maken, ga foto's maken, ga beelden creëren, letterlijk en figuurlijk, over waar je eigenlijk naartoe streeft. Dat is een veel leukere manier dan aan die vergadertafel op de ouderwetse manier met die overheadsheets en noem maar op. Hè. De PowerPoint is echt voorbij. We hebben ook wel eens de methode toegepast van de tafel van 10. Nodig eens 10 mensen uit, 2 avonden lang, om na te denken over een bepaald vraagstuk. We hebben het wel eens op een zaterdag gedaan met de Bond van 100. Nodig eens 100 mensen uit om na te denken over een bepaald vraagstuk wat er speelt ruimtelijk in jullie gemeente. Mensen zijn dan heel goed in staat hun eigen belang los te zien van het algemeen belang. Om een goed gesprek te voeren is het belangrijk dat je ook afspraken maakt met elkaar. Dus je gaat echt samen zitten van tevoren om te kijken hoe willen we dit gesprek eigenlijk voeren. Wat is eigenlijk het doel van dit gesprek? Dat je dat van tevoren al met elkaar bedenkt. Hele simpele dingen als we laten elkaar uitpraten, dat helpt al als je dat van tevoren zegt. En daarnaast, wat ik heel mooi vind, is je wilt dat iedereen eigenaar van het gesprek wordt. Zeker in het kader van de omgevingswet. En daarbij vind ik 2 dingen altijd heel erg belangrijk. Is dat je mensen bewust maakt van het feit dat we in deze tijd gaat het niet meer over bijwonen van een vergadering. Maar het gaat over dat iedereen gaat bijdragen. Dus dat je elke keer bewust bent van ja, heeft iedereen een bijdrage? En zo niet, dan moet er ook iets gebeuren. En daarbij komt het tweede stuk om de hoek kijken. En ik noem dat altijd een regel. Die geef ik ook vaak mee aan de groepen. Zeg, storingen hebben voorrang. En daarmee bedoel ik, op het moment dat je denkt, ik ben niet meer aangehaakt, ik snap het niet, ik vind het niet meer relevant, dan heb je een storing, als het ware, en die heb je te melden. Nou ja, als voorbeeld van een storing kan je bijvoorbeeld bedenken dat je in een gesprek zit en dat er een burger tussen zit die op een gegeven moment, waaraan je ziet dat hij het niet meer kan volgen, omdat er bijvoorbeeld heel veel jargon wordt gebruikt. Nou, dat is dan zo'n storing. En dan is het mooi als zo'n burger weet van, hey, op het moment dat dat gebeurt, dan kan ik dat gewoon zeggen hier. Dan kan ik zeggen, jongens, ik haak even af, want ik kan het niet meer volgen. En dan kun je weer bijsturen met elkaar en dan kun je weer verder. En een kader is ook dat je met elkaar van tevoren bedenkt, hoe ronden we dit gesprek af? Dus bijvoorbeeld een mooie vraag die je met elkaar kunt stellen is, hebben we nu alles kunnen zeggen wat we wilden zeggen? Maar dat je dat in ieder geval ook duidelijk maakt aan het begin al, dat je ook het gesprek mooi met elkaar beëindigt. Ja, als je met mensen of met groepen in gesprek gaat, probeer dan te letten op 5 dingen. Ik noem het democratische waarden. Ten eerste, het onderwerp waar het over gaat moet iedereen kunnen snappen. Het moet ook waar zijn wat je vertelt. Het moet kloppen. Je moet het ook menen. Het moet ook een beetje vanuit je hart komen. Vanuit je eigen overtuiging dat het verhaal wat je vertelt, dat het ook echt het verhaal is. En probeer dat te doen in een dialoog. Echt in een open gesprek waarin ruimte is voor iedereen die aan tafel zit. En natuurlijk, ook al is er een heel groot belang, let ook op het belang van de minderheid. Mensen die kleinere belangen hebben of bedrijven. Want die vragen net zo goed om gehoord te worden en om erkenning. En om nog even in te gaan op die laatste democratische waarde, respect voor de minderheid, dat is een hele belangrijke in gesprekken, want we neigen heel vaak in groepen de minderheid uit te willen sluiten. En wat interessant is dat dat heel vaak niet zoveel zegt over die persoon zelf of de minderheid, maar veel meer over de uitdaging van de groep.
Dus als je die buitensluit, dan ga je ook je uitdaging niet aan. Dus in die zin is het belangrijk om die mensen juist erbij te betrekken. Stel dat ze moeite hebben of ze zien het nog niet zitten, dan is het goed om te kijken naar wat willen ze dan wel. Ja, we hebben met elkaar gesproken over het toepassen van nieuwe methodes. Vraag daarbij wel om steun van jouw leidinggevende en wethouder, want niet alles lukt in één keer. Maar als je in het gemeentehuis blijft zitten, lukt het ook niet allemaal in één keer. Als het gaat om gedragsverandering, en dat sluit heel erg aan bij Hans' verhaal, dan gaat het erover dat je het snapt, dat je het ziet en dat je erop beloond wordt en dat je het ook kunt. En een aantal dingen zijn heel helder, maar bijvoorbeeld die tweede, dat je het ziet, dat gaat over voorbeeldgedrag. En dus dat je in je omgeving, als je kijkt naar de burgemeester, de wethouder, de leidinggevende, dat zijn de mensen die het voor moeten doen. En in de omgevingswet wordt dat natuurlijk ook heel belangrijk. Nou, Hans is daar zelf een mooi voorbeeld van. En daarmee werd het voor zijn collega's veel makkelijker om dat ook na te doen. Die derde is ook wel heel mooi om naar te kijken, is word je er ook op beloond. Hè? Je gaat iets anders doen als je erop wordt beloond. En stel nou dat je er veel meer op uitgaat en je gaat met mensen praten en je hebt een leidinggevende die vervolgens belt en zegt, hé, dit is niet de bedoeling, je zou toch de hele dag op kantoor zijn. Nou, dan word je er niet op beloond. Hè? Dus het wordt ook heel belangrijk om mensen te belonen op het nieuwe gedrag. Waar kan je nou morgen mee beginnen? Nou, het eerste wat heel kan helpen is een mooie reflectievraag voor jezelf. Dat is de vraag, wil je door jezelf geholpen worden? En daarbij kan je elke keer voelen van, ja, doe ik nou de goede dingen? En het tweede is natuurlijk morgen niet in de reflex schieten om een mail te schrijven of een brief als er iets binnenkomt. Maar ga er naartoe. Stap met die mensen af en ga een heel mooi gesprek met ze aan. Ja, de nieuwe omgevingswet geeft je volop de ruimte om het eens anders aan te pakken. Mijn belangrijkste oproep zou zijn, durf vertrouwen te geven aan inwoners. 60% van de mensen is actief en doet al van alles. En die wil best ook nog meer doen. 40% daarvan zegt, regel het maar. Op het moment dat je vertrouwen geeft, krijg je dat vertrouwen ook weer terug. En samen kom je tot hele mooie resultaten.